Kijk eens, klem gezet. Kijk eens, die collega's kunnen dat. Goedemiddags. M1 ter plaatse. Is dat begrepen? Ja, kom maar. Deze, oh, oh, oh. Dank jullie wel voor de medewerking. Jullie mogen ook vertrekken. Kijk eens aan. En jullie ook. En Radus, jullie mogen ook vertrekken. Dus iemand heeft een SOS-knop of zo ingedrukt. Ja, en wij rollen van de berg af. En die persoon zoeken we nu. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTAV LSPD voor Amor. En vandaag op eigenlijk wel heel veel verzoeken, eens met de ME. Ik weet niet hoe groot een ME-ploeg is. We zijn vandaag met 4 man. Nou ja, laten we daarmee ook op pad gaan. Wat gaan we vandaag doen? We nemen gewoon calls aan. Of we gaan even kijken wat voor calls we krijgen. Kijk, een demonstratiecall zit ook nog wel eens tussen. Dat is natuurlijk wel erg leuk als die er tussenin komt. Voor de rest, ja. We zullen niet echt noodhulpmeldingen gaan aannemen. Maar als we echt nodig zijn in noodhulp, dan gaan we dat uiteraard doen. Nou, het busje is een, ja, eigenlijk wat ouder busje al in de modwereld, zeg maar. Ja, dat is al een melding die we eigenlijk niet aan gaan nemen. Nou, het busje. Als ik mijn knuppel pak. Want ME werkt voornamelijk met knuppels, hè. Doet de rest dat ook. Als ik mijn wapen pak, blijven hun op de knuppel. Dus, ja. We hebben ook de taser, hè. Ik dan. Dus hun houden de knuppel. Ik ga met de taser en het vuurwapen ook nog wel vandaag werken, denk ik. Nou goed, we stappen maar in met z'n allen. Eentje voorin, twee achterin. Hier blijven ze wel zitten. Kijk, als ik nou met het AT eens iets wil doen, dat gaat niet, want ze stappen elke 2 seconden uit. Kijk, als we nu met z'n allen instappen, stapt de bestuurder nu uit, dan stappen die 2 achterin uit, stapt de bestuurder weer in. En dan voordat iedereen zit, is alweer iemand uit. Ze blijven in- en uitstappen. Dat is zo vervelend. We have a report of a criminal activity. Ja, het is ook niet echt een ME-melding, hè. Ik denk dat we nog veel gaan weigeren vandaag qua meldingen. Nou, zo ziet blauw eruit. Ja, ook niet, ja. Waar zet je ME nou in, hè? Dat is bij meldingen van ja, geweld, maar dan meer groot geweld. Laten we anders maar eens richting de Maze Bank gaan, dat is hier zo. Daar zijn vaak wedstrijden, races, weet ik het allemaal. Dus laten we maar gewoon meldingen aannemen. Ja, achtervolging, weet je. We moeten toch eens ergens mee beginnen, weet je. En dat is nu mijn achtervolging. Ja, de ME zal dus nooit mijn achtervolging mee gaan rijden, lijkt mij zo. Maar het is hier zo. Kijk, hier rijden ze rondjes. Dat betekent dat we hem hier eventueel klem kunnen zetten. Nou, die handhaving zit op zijn telefoon, die boeit het allemaal niet blijkbaar. Kijk eens.
Kijk eens, klem gezet. Kijk eens, die collega's kunnen dat. Goedendag, blijf staan. Kijk eens die collega's van mij. Ik hoef het werk niet eens te doen. Ben ik trots op jullie. Ik begin ervoor te klappen. Ik ben trots op ze. Dat is beter dan die collega, hoe heet je? Her? Van laatst. Kijk eens, en ze gaan ook nog zelf zitten. De collega stapt alweer in. Heren, als je nu instapt op mijn plek, dan gaan we nou... Nee. Ik blijf jullie baas, hè. Mag ik, alsjeblieft? Jullie zijn mijn slaafjes. Ik niet die van jullie. Zijn ze nou echt serieus? Hebben ze mij nou echt gedropt hier? Zijn ze hun eigen team begonnen of zo? Ik kan er niet meer in. Heren, zullen we even uitstappen? Met z'n allen. Disturbance. Nou, melding overlast. Mogelijk groot overlast. Waarvoor de ME nodig is. Roger that. 6 Paul 20 in route. Responding code 2. Non-lethal weapons to be employed. Kan zijn van een grote groep, hè? Op de snelweg zo te zien. Ik had gisteren nog geprobeerd met de ambulance op te nemen. Ik had een nieuwe mod, maar die is zo onstabiel. Dat is gewoon niet leuk. Om daarmee te spelen, zeg maar. Maar het was wel echt een vette mod. Maar goed, dat is heel jammer. Het is een code 2, hè. Dat, ja... Kun je op twee manieren zien. Blauwe lane, dat doe ik nu ook. Maar ik wil er toch even wat snelheid achter zetten. Zeker omdat het op de snelweg is. Ja, ik weet ook dat we daar iets anders gaan aantreffen dan een, ja, dan wat ik vertel natuurlijk met dat grote overlast. Het zullen twee personen zijn die klagen. Goed. Ik zou maar rechts blijven. Het is wel een lekker snel busje. Hier zo. Takelwagen van de politie is er ook al. Give me a reason to hurt you, scumbag. What the fuck's up with you? I'm a businessman. You don't walk away after damaging my vehicle. Yo, chill, dog. Wat is het probleem? No, no way. I haven't lived this long by being a loser. Situatie don't even fucking look at me. You're fucking crazy. You sorry piece of shit. Let's keep it nice and calm, right? I catch your ass again, I'm gonna mop it. Time to just accept your status. Goed. Heren, even rustig aan. Rustig aan. Wat een goed. nee, oh. Nu ga ik zelf al zitten, voordat hun... Goed. Melding afgerond. Ja. Oké. Okay. Verdachte neergeknuppeld. Kijk eens. Kijk eens. Ik wist dat ik ze ging krijgen, ik krijg ze nooit, maar ik heb ze uitgezet. Of ik heb ze aangezet voor deze aflevering. Want omdat ik ze zo vaak kreeg, heb ik ze nu weer aangezet. Of had ik ze toen uitgezet en nu weer aangezet, omdat ze nu wel gunstig zijn. Goedemiddags, ME te plaatsen. Vertel. Hallo.
What should we do? Nou, weet je wat we gaan doen? Ik ga ze uit elkaar halen. Goed. Mensen even luisteren. We gaan hier allemaal weg nu. Iedereen weg hier. Zal geweld worden gebruikt als jullie niet weggaan. Is dat begrepen? Ja. Kom maar. Deze. Oh, 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 oh. En mee over op deze, deze, deze. De mensen die dat wapen. Over een vuurwapen. In een stoppen afstand. Oh, dit is nog steeds een taser. Vuurwapen. Afstand. Liggen. Wie heeft dat wapen? Hey. Op je knieën. Goed. Op je knieën. Op je knieën. Ja, we slaan iedereen zo hartstikke dood met dat ding. Jij ook op je knieën zitten. Jij ook. Goed zo. Jij ook. Iedereen. Ik wil zo snel mogelijk die gast. Die gast die dat wapen gebruikt. Die wil ik uitgeschakeld hebben. Daar ga ik nu meteen heen. De persoon die dat. Hoe heet dat? Flare gun gebruikt. Ja, ik sla iedereen zo nok of zo dood als wat met dat vuurwapen. Kom maar, kom maar, kom maar. Oh, een mes, ja, ik wist het natuurlijk. Logisch. Wat heeft hij nou weer? Laat dat wapen vallen. Wapen laten vallen. Op knieën zitten. Ze heeft een mes. Jij ook. Op knieën. Liggen. Ik ben aangehouden. We gaan naar boven de echte bedreigingen ook nog even. Zo. En blijf liggen. Is dit de laatste? Oké. Hebben we hier nog iemand? Ja, die vrouw op de grond. Oké. We hebben weer veel collega's gesneuveld. Ik wil graag ambush hier te plaatsen hebben. 1, 2. We have an ambulance call in. Hier is een collega, niet van de ME. Respond code 3. Nee, goed. De ME-collega's zijn ook weg, omdat ik waarschijnlijk dood ben gegaan. En nergens meer te bekennen. Situatie in ieder geval veilig. Maar dit kan beter. Dat kan ik je wel vertellen. Kunnen jullie mij ook vertellen? Mijn lijkschouwer hierheen laten komen. Wat gaan we doen? Bodyguard 1, 2, 3. Model spawning. Clone menu. Heads. Ik doe mijn helmpje op. En ik sluit hem hier af. Ambulance komt hierheen. Lijkschouwer komt hierheen. Blauw kan uit. En dit is verder niet meer onze taak. Al klinkt een beetje flauw. We hebben nu een demonstratie bij de Maze Bank en bij het vliegveld. We hebben echt gekozen voor de Maze Bank. Of voor het vliegveld. Want de Maze Bank net is afgehandeld. Eigenlijk. Daar zal nog iemand bij zijn gekomen die we dachten laat ik hier nog even beginnen. Maar die is te laat. Daarom gaan wij naar het vliegveld. Blijkbaar kan de Kamar het niet aan. En de politie ook niet. Dan komt de ME.
Oh, dat was wel heel close op de rand. Ik vraag me wel af of ik jullie hier blij mee ga maken met deze aflevering. Aangezien ik niet echt een ME-aflevering ervan kan maken met de knuppels. Maar het wordt meer toch echt schieten en ja, niet doodgaan. Goed, goedemiddag. ME is te plaatsen, dat is foute boel voor de personen hier. Maar goede boel voor ons. Wij gaan even de persoon zoeken. Options. We doen even max health, max armor. Maar geen god mode, want dat zou oneerlijk zijn. Wij moeten met jou praten. Hello. Hoi. What should we do? We gaan ze weer uit elkaar halen. Goed. Iedereen even luisteren. We hebben al een demonstratie gehad vandaag. En ik heb geen zin in de tweede, dus jullie mogen allemaal hier vertrekken. Wie het er niet mee eens is, kan komen. Kom maar. Jullie zijn verstandig. Heel goed van jullie. Ik laat jullie even weglopen. Zodat jullie niet nog terugkomen en denken, nou ik ga toch maar met die gitaar daar nog eens even zijn hoofd in slaan. Het zien eruit als hippies. Want lekker muziek. Jullie mogen ook weg. Vertrekken. Ja, goed. Goedendag, jullie staan midden op de weg en ook jullie mogen vertrekken. Is duidelijk, dankjewel. Ruim jullie spullen ook even op. Hallo iedereen, jullie mogen ook vertrekken van mij. Dank jullie wel voor de medewerking. Jullie mogen ook vertrekken. Kijk eens aan. En jullie ook. En Radus, jullie mogen ook vertrekken. En jullie hier. Oh, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Oké, okay. Oh ja, collega, sorry collega. Mes. Vuurwapen, waarom? Grond. Op de grond. Jij ook, op de grond. Over op deze. Op de grond, allemaal. Jij. Deze. Jij ook, op de grond. Op de knieën. Jullie blijven deze worden tot jullie meewerken. Of geslagen met de taser. Jij ook. Knieën. Op knieën. Er wordt geschoten. Ik weet niet of er wordt geschoten door collega's. Of door iemand. Op knieën. Oké, die wordt in zijn rug geschoten door collega's. Te zien hebben we het voor nu nog beter opgelost gekregen. Ik ga een ambu plaatsen voor de collega's. En ook toch maar even een like schouwen voor de zekerheid. Goed, status. Collega's onder controle. Verdachte uitgeschakeld die niet mee wouden werken. De rest is in rust vertrokken. We bergen de wapens. Eén verdachte had een mes. Wij zijn vandaag niet bij deze niet gewond geraakt. Goed, daar zijn we weer. We gaan met spoed naar een. Een feest. Daar moeten we een onderzoek gaan doen eigenlijk. When you
Goed, ik heb de melding even opnieuw opgestart, zeg maar. Dus de melding gewoon opnieuw gespawnd. Ja, dit wordt wel een probleempje. Dit is een rally. En die gasten gaan echt helemaal hierheen. Lijkt me ook. Ga ik bijna kunnen liggen aan. Stap in. Goed, we zijn er al. Ik dacht dat het echt in het bos was. Maar het is gewoon op de verharde weg bij een huis. Oeh, ja. Blauw uit. Oké, dit waren geen... Dit waren geen enemies, dit waren collega's. We zijn iets aan het zoeken in dit gebied. Het wordt me al wat meer duidelijk. Searching party. Het is toch party, hè? Ik denk dat dit echt gewoon... searching als in zoekfeest. En dan eerder dat je gewoon met heel veel eenheden gaat zoeken naar iets of iemand. Naar een SOS call. Dus iemand heeft een SOS knop of zo ingedrukt. Ja, en wij rollen van de berg af. En die persoon zoeken we nu. Dat is mijn busje. Maar waar? Of heb ik dat gedaan? Gaat iedereen nu naar één punt toe? We gaan maar even daarheen. Ja, wat voor status? Ik probeer het te overleven. Roger. We gaan lekker naar een lage FPS. Dat kan allemaal. Goed mensen, ik ga het hier stoppen. Ik vind het lang genoeg geweest voor vandaag. We gaan nooit meer boven komen. We gaan nooit meer zien wat nou... Oh god! Nou,
helpen de collega's Kamal nog maar even met deze aanhouding. Uitstappen. Liggen. Oké. Ja, we gaan echt naar 10 fps. Ik weet niet hoe het kan. Maar goed, ik vind het goed geweest. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Het is helemaal anders dan andere keren. Ook wat rustiger qua meldingen. Maar goed, ik ga er iets leuks van proberen te maken tijdens het editen. Ik wil iedereen trouwens bedanken voor de 4900 abonnees. Die heb ik zojuist gehaald. Super tof. Op naar de 5000. Laten we ervoor gaan. Binnen een maand. Dat moet wel lukken. Ik zie jullie bij de volgende video.